We zijn heel trots dat we uit Leuven van de Katholieke Universiteit Leuven Frank Wiltenburg hier hebben kunnen krijgen, de projectleider van dit Europese onderzoek, die ons enigszins zal inleiden in de stand van zaken in de Europese mindset van de politiemacht en wat dat betekent voor het gebruik van dit soort nieuwe technologieën. Frank, mag ik je woord geven en heel hartelijk danken dat je de moeite hebt genomen om hier te komen om het publiek op de hoogte te brengen van ons onderzoeksresultaat. Ja, bijzonder om hier te staan, juist voor u. We hebben de afgelopen 3 jaar dus besteed aan dit onderzoek. Het bijzondere is dat op dit moment ligt het rapport bij de drukker en volgende week zal er in de media uitgebreid aandacht aan besteed worden. Maar dit is een soort proefballonnetje om eens even te kijken hoe dit rapport valt bij u. Voor de rest heb ik niet zo heel veel voor groepen gestaan, afgezien van de onderzoeksgroep. En ik vind het, het is voor mij een behoorlijk spannend moment toch wel. Dus vandaar dat ik wat advies heb gevraagd aan onze afdeling marketing en communicatie. En die zei dat wij nou, zorg dat je een sterke opening hebt en een goed slot. En hou die twee zo dicht mogelijk bij elkaar, dan laat je vrienden mee. Dus daar ga ik mijn best doen. Nou, de eerste lach zit er al in. Maar opeens was het mogelijk om met de hele wereld te communiceren. Iedereen kon opeens met iedereen bellen. Over de hele wereld. Waanzinnig. Om dat te bevatten. Ja, goed, iedereen. Dat is natuurlijk wel een uitzondering. Twitter. Dat is, ik ga plassen. Facebook is, ik heb geplast. Foursquare is, hier heb ik geplast. YouTube is, kijk eens, is blad. LinkedIn is, ik ben erg goed in plassen. En tot slot, huizen zullen we samen plassen. Dat is tegen social media en een noot. Maar dat opsteking, wie heeft het vierkantje gekozen? Oké, dat had ik wel inderdaad een beetje verwacht. Dat zijn er best veel, dat zijn er de leiders. Het is de kaders, die heb je nodig. En dat driehoekje. Oké, dat zijn er niet zo heel veel. Moet je ook niet al te veel hebben, dat je wel. Verrassend genoeg, het zijn volgens de psycholoog, hè? Dat is niet jullie verdoen, maar zijn het zijn volgers. Heb je ook nodig? Ja, nee. De ruimte, die heb je eruit gekozen. Oh, gelukkig, die heb je nodig. Alleen maar die kant, maar daar één iemand. Dat zijn de creatieve dingen. Zo van, dat moet ik niet. Tot slot, het zeker nog. Oh, dat was zoveel. Oh, dat is schaam. Ja. Volgens de psychologen zijn dat de mensen die de hele dag niks anders doen dan alleen aan seks denken. Ja. Ik zie je naar elkaar kijken. Dat wist ik helemaal niet. Nou, het leven leuk in de seks van dat is ook een rood, blauw, geel, groen, wit, rood. Geel, zwart, groen, wit, rood, blauw, groen, geel, rood. Blauw, wit, zwart. Heel goed, dat is het. Ik heb genoemd pilletjes om je te modificeren. Nou, mocht het nou zijn dat je er helemaal zat van bent, dat je er stress ervaart en overspannen wordt van al die veranderingen en al die toestanden, dan is er iets nieuws uit. Bayer heeft een goed ontwikkeld pilletje. Fuck it all. Ben je er één keer van? Een keer van. Yeah!